Ik hier dagverblijf aan de Henri Thijssenstraat in Romunen is maandagmorgen ontruimd. Na een brandmelding moesten 14 kindjes het pand uit. Ze werden zo lang opgevangen door de euvelburen. Het personeel reageerde adequaat nadat er een brandmelding afging in het cv-hok. De brandweer werden gebeld en meteen ging men met alle kindjes naar buiten. De gewaarschuwde hulpdiensten hoefden niet veel meer te ondernemen. Alle kindjes waren veilig en er is nemens gewond geraakt. De brandweer is vooral druk geweest met het controleren van het pand. Zie kosten de oorzaak van de brandmelding niet vinden. Na een grondige controle van de brandweer werd het pand weer vrijgegeven. Het bleek veilig. De kindjes kosten weer terug naar binnen, maar niet voordat ze even in de brandweerwagen mochten rondkijken.